Dit is Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant. Dinsdag die 22ste Oktober. Ek is hier in die atelier van grafiese kunstenaar Chris Slabber. Seker Oudtshoorn se bekendste grafiese kunstenaar wat op verskeie internationale kunstcompetities gewen het en toekennings gewen het en ook een paar Suid-Afrikaanse toekennings. Hi Chris, dankie dat ek vir jou kan kom kuier. Ja, dankie vir daai mooi intro. Ons moet ons self laat goed klink, ne? Chris, ek het, jy werk aan een van jou nieuwe solo uitstallings waar jy drukwerk gebruik. Vertel my eens een bykie oor die uitstalling, wat is die medium wat jy gebruik en waar gaan die uitstalling? Wel, ek die laaste, hoeveel jaar staan ek meer bekend vir my fotomanipulatie tegnieke en ek het op een stadium het gevoel ek wil bietjie wegbreek daarvan. Ek wil weer slag my hande vuil maak, soos letterlik met ink en verf en alles. So dit ek begin met lino snitte en een dag op een reendag toe wil ek my rollerkie skoon maak en ek het een ouste papier gebruik en besef toe maar die actual roller maak my baie mooi merke. En ek dacht toe wel maar dit is ook een, hoe kan dit hier verfpas wees nie? So daarom toe begin ek met my basis net my roller in die inkrol en my staal volmatig sal my seker strategiese merke maak. Okay. Ja, totdat die figuur nou al... Ja, oké, okay, en jou hele uitstelling wat jy nou beplan gaan oor figure. Ja. Okay. Ja. Hey, Chris, iemand het een keer vir gesê, die definitie van kunst is om iets te skep wat nog nooit bestaan het nie. Stem jy saam daarmee? Is dit hoe jy kunst sien of hoe sien jy kunst? Nie noodwendig iets wat nog nooit bestaan het nie. Terwyl technisch sien, as verlap, sodra jy iets op papier neersit, is dit iets ja. Nie, nou, dit is een van een. Maar vir my is het my net so half, as ek een techniek op afkom, of een van is, soos ek materiaal wat ek wil gebruik, soos subject matter of so aan, dan, ja, as het my inspireer, dan denk ek is die moeite werd om dit te probeer, ja. Tenminste. Ja, ek het al verskeie van jou uitstellings bygewoon, en jy het nou al, ek het al standing goed gesien van jou, waar jy met fijn lijntjes, die meest ingewikkelde, intrinsiek, goed teken of skep meerminne en bokke en skelette en jy doen fotomanipulatie en is daar een van die vorme wat jou gunsteling is wat jy baie graag of dink jy maar nie weer goed uit soos jy aangaan? Yes, man, dit hang af betek keer, dan is ek baie lief vir die fotomanipulatie aan die keer soos hierdie nou het ek soos omtrent 3 maanden spandeer en net aan dit gewerk. Okay. En die is een camera amper opgetel.